De COVID-19-website van de overheid is aangepast. Er is een filmpje op de website geplaatst die de ontwikkelingen van het virus in de wereld vanaf 15 maart tot en met 24 juni aangeeft. En ieder die de homepage van de website bezoekt, kan zelf getuige zijn van de razendsnelle toename van geïnfecteerden en doden als gevolg van de COVID-19-pandemie. Daarnaast is er ook een duidelijker beeld gegeven van de curve in Suriname. Het aantal personen dat verpleegd wordt op de intensive care is nu ook te zien op de COVID-19-website. Dit aantal staat op 7. Gisteren zijn er 16 nieuwe gevallen geregistreerd van positief getesten. Hierdoor is het aantal actieve cases gestegen naar 178. Ook zijn gisteren 22 personen genezen verklaard, waardoor de teller nu 176 staat. Er zijn nu nog 291 personen in overheidsquarantaine en 10 doden te betreuren.